Woensdag 23 juli 2014 is een dag van nationale rouw geworden in Nederland in verband met de herdenking van de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne. Na een stilteperiode in acht te hebben genomen, hebben alle kerken in Tilburg de klokken laten luiden van 3:55 tot 4:00 middags. De kermisexploitanten hebben 15 minuten volledige stilte in acht genomen, waarna het condoleanceregister in de kerk op de heuvel door veel aanwezigen werd getekend. Vandaag is woensdag kinderdag in de attractie van de dag, de golfbaan. Jeanette Boersma, ja? Vandaag is het de dag van de kinderen, woensdag tenslotte. En het is druk, er zijn er heel veel. Ik sta bij de golfbaan en dat is een echte oude attractie al, hè? Ja, dat klopt. Hij is, ik denk wel 80 jaar oud ongeveer. Dat noemen we nostalgisch, hè? Helemaal, ja. Echt helemaal nog van hout, authentiek zoals vroeger. Ik zie dat er heel veel kinderen op afkomen en die hebben er heel veel plezier beleven die eraan. Ja, en je kan nog extra een pluim vangen voor een gratis rit. Dus de kinderen vinden het echt ontzettend leuk. Ja. Is deze attractie in Nederland gebouwd, een Nederlandse attractie, of komt die ergens anders vandaan? Hij komt uit België, hij is in Gent gemaakt. Maar verder heb ik er niet heel veel gegevens van. Maar van een stoomcarousel van vroeger. Dus ja, het is wel echt nog ontzettend nostalgisch. Staat u op veel kermissen? Ja, ik reis eigenlijk door heel Nederland en vroeger ook een hoop in België gereisd. Dus eigenlijk continu. Echte kermisfamilie? Ja, van de Pasen tot en met oktober. We zijn echt een half jaar onderweg op reis. Wat is de entree? 75 cent. Dus dat is voor iedereen te doen. Voor de hele nostalgische kermis, geloof ik, hè? Ja, deze helemaal om het gemeentehuis heen is alles 75 cent. Dus dat is eigenlijk top. Nou, draai je maar. Ja, dankjewel. De Stichting Kermis en Cultuur organiseert elk jaar een kermisexpositie in het Oude Paleis Raadhuis in Tilburg. Dit jaar staan de botsauto's centraal in de expositie. Bert van Houten van de Stichting Kermiscultuur. Wat is er dit jaar te zien in het Oude Gemeentehuis? Zoals elk jaar hebben wij hier, dit is de negende keer trouwens dat we in dit prachtige accommodatie staan. We hebben ieder jaar een thema en dit jaar hebben we de botsauto's genomen. Deze expositie wordt gesubsidieerd door de gemeente Tilburg. Dat is natuurlijk ook wel nodig voor een deel, want anders zou je entree moeten gaan heffen. Maar dat is niet het geval, hè? De gemeente Tilburg die heeft het van elkaar gekregen om deze prachtige expo, die alleen maar hier is, anders nergens. Want in andere plaatsen moeten mensen entree betalen. En dat is natuurlijk nooit meer leuk. Tilburg niet. En daar ben ik best trots op dat wij dat mogen organiseren natuurlijk. Bert, nog even heel kort samengevat. Dat is alles wat je over botsauto's wilt weten, plaatjes wilt zien. Het is allemaal te zien hier op deze expositie, hè? Die botsauto is ditmaal het thema. Dus vandaar hebben we speciaal de kamer ingericht, een grote kamer ingericht. Compleet met prachtige foto's uit de jaren 35. Natuurlijk is die heel erg gemoderniseerd, want nu zetten ze in een half uur zo'n botsauto neer. Terwijl ze vroeger jaren 2-3 dagen over werkten. En dat kun je hier komen kijken. Bert, bedankt voor de reactie en succes verder. Graag gedaan. Gekust en gekroond. Ik heb zo'n waanzinnige droom. Ik werd met
vergeet. Zilver en zang, een zoen op je wang. Iedereen wil met je mee. Bij het ontwaken, we denken beschroomd. Niemand vertellen wat ik heb gedroomd. Ik heb zo waanzinnig gedroomd. Ik was zo mooi, het was echt niet gewoon. Iedereen riep, hyper de piep. Daarna werd ik gekust en gekroond. Ik heb zo waanzinnig gedroomd. Ik werd met kakakakado's overstroomd. Iedereen zei, hou je van mij? Waanzinnig, maar heerlijk gedroomd. Diep in de nacht, totaal onverwacht. Duizelt je hoofd van geluk. Iedereen lacht en alles wordt licht. Als met een ster voor. Iedereen riep, hyper de piep. Daarna werd ik gekust en gekroond. Ik heb zo waanzinnig gedroomd. Ik werd met kakakakado's overstroomd. Iedereen zei, hou je van mij? Waanzinnig, maar heerlijk gedroomd. Vandaag toch een kermisstuntman. Er is Nationale Herdenkingsdag. We hebben de beelden overal kunnen zien hier in Tilburg ook. Aangepaste maatregelen. En ik ben benieuwd naar jouw bevindingen. Nou, de bevindingen waren heel erg goed. Je gaat eerst omhoog. 45 meter hoog. En dan duik je in één keer met een rotgang naar beneden toe. Ben je er ziek van? Een beetje wel, volgens mij. Dat heeft met de leeftijd te maken. En dan de beoordeling? De beoordeling. Ja, je ziet, test trekken is gewoon echt een hele gave, super gave achtbaan. Hij krijgt van mij echt een 8,5. Het is een 8,5 en dat is toch ook een heel mooi punt voor de test trekken. Bedankt voor je reactie, Roy. Niks te danken, Ron. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de volgende bedrijven. Cam Rental, Van Gorp Interieurbouw, Kitschy Things, Kringloop, Brokante Tilburg. Get out my head. De grootste kermis van het land, de Benelux en de grootste rijdende kermis in Europa is ook deze jaar weer te zien in het gezellige Tilburg. Ieder jaar weer zijn tienduizenden families uit Tilburg en de rest van het land te vinden op deze groot evenement. Maar je bleef deze kermis pas echt als je meegaat met de familie Kruik. Ja, daar kijken wij ieder jaar naar uit.
We gaan er ook ieder jaar naartoe. Het is zelfs het waar met de paplepel ingegoten, niet zo? Zeker, zeker. Ja. Dat is eigenlijk een traditie van ons. Ja, een beetje gokken, met de boeldoos, weet je niet, met die muntjes. En meeskijken. Ik vind dat keileuk. En vooral om samen met eens Jeffrey te gaan. En al die attracties. Ik hou er wel van. Iedere kermis is wel een groot feest voor de familie. Maar dit jaar heet Tony Kruik, de oudste, grote plannen. Kees, wat om niet? Ja, heel mooi ketting. Ja. Dat komt er wel terug, denk ik. Oh, dat denk ik ook. Gewitteld nog niet. Ja, we hopen wel, ja. Hallo. Goeiedag. Ik zoek een verlovingsring voor mijn meske. Ach, wel leuk. Jij gaat trouwen. Oh. Zal ik eens even kijken wat ik heb? Of heb jij al iets in gedachten? Nee, laat maar zien wat je hebt. Zal ik eens even een paar pakken? Nee, hier hele grote. Kijk, zo'n schoen. Oh, ik weet nog wat ik aan had. Ik had zo'n, het was geen witte jurk, maar dat noemen ze eierschaal geel. Oh, dat is zo'n mooie dag, jongen. En we hebben vijf vis gehad. Ja, die dag vergeet ik niet. Hoeveel zie? Deze komt op 3000 euro. Maar dat zijn allemaal diamanten, hè? Prachtig geslepen. En die? En die, hè? Dan kun je beter dan deze vatten, dat stint je iets groter. Die. Die. En die, hè? Ja? Ja, dat is ook een schoonring. Maar wat vinden van deze? Dat stint je iets groter. Hoeveel is die? Deze is 300 euro. It's one animal that I don't need to sneak up on. Corrie, telefoon. Telefoon. Oh, hier. A sloof. Yeah? Oh. Hey, Ziske. Hey. Hey, wie is dat allemaal? Dat is papa, dat is mama alleen. En dat is Jeff? Ja, Jeffrey zit hier neffen. Had ik eigenlijk de hele zooi met elkaar, ik moet wel blijk zeggen. Hoezo? Houdoe. Oh, Ja, dus nou Tony Beltman, zegt hij, haal iedereen maar bij elkaar. Die zal wel weer weggeflikt hebben. Zijn we onderhand van hem gewend, niet Toon? Gaan, hoor. Wie is dat? Een Jenarige, van twee straten terug. Oh ja, die loopt hier altijd langs. Zware gek. Ja. Ja, zet maar neer. Yes. Oh, daar redden. Oh ja. Hey. Hey, ga maar even zitten. Dat doe ik toch, jongen. Nou. Ik ga als Patrice ten huwelijk vragen. Oh, menneke toch. Zo, dat kan je niet. Oh, dus dat wilde ik even vertellen. Ja? Is hij niet een beetje vlug? Ja. Pakkes. Ja, nou, dat vind ik toch. Lillekert. Oh, dat vind ik zo geweldig. Als iemand voor op een knie gaat, dat is toch kei leuk. Dat had ik toch helemaal niet verwacht. Jij wel? Ik ook niet. Ze moet nog wel ja zeggen. En ik heb ook allemaal genoeg mannen aan mijn voeten liggen, maar ik ben niet zo makkelijk te vangen, hoor. Ja, ze vond het wel lagen. Volgens men. Nou, dat is van Tries. Tony is een potentiële schoonhoudelij en een kermisattractie. En staan zoals ieder jaar op de Tilburgse kermis.
Ja, Tony. Geduld is een schone zaak. Hey, Johnny. Hey, jongen. Ik wou jullie maar vragen. Ja, daar staat er dan. Voor die meesten. Even wachten, Tony. Komt die nog een keer aan de laatste ronde. Go. Jullie Patrice wou ook een huwelijk vragen. Oh. Wat zei je nou? Ja. Tja. Het is ook zo'n lekker manneke. Ja. Zo'n lekker manneke. Kwam je daar vragen aan ons John? Ja. Komt hij daar vragen? Ja. Natuurlijk Marda. Natuurlijk Marda. Wat denkt u, John? Ah, Tony heeft bekend alles voor mekaar. En na is het tijd om Patrice ten huwelijk te vragen. Hij had erop voor een speciale avond. Lekkere masturbeerbeer van me. Heb je zin in dit avontuurtje? Doe als eerst je broek naar beneden. Je broek naar beneden. Oké. En pak een scheermesje. Ja, hoe we elkaar hebben leren kennen, dat is echt wel een heel grappig verhaal. Want ik werk dus bij de sekslijn en ons Tony, dat was dus een vaste klant van de sekslijn. En ik had hem elke avond aan de telefoon en echt lange gesprekken, weet je wel. Ja, en ik was bij een Spanelsma, een toxke. En toen hoorde ik een stem en het was echt, ja, ik herkende de stem meteen, weet je wel. En ja, was Tony Kruik. Dus ja, was liefde op het eerste gezicht en ik was helemaal van mijn padje af, weet je wel. Het was echt net een film. Het was echt, echt geweldig. Ja, en ik wist ook wat hij lekker vond. Dus ja, ik had hem meteen mee naar huis genomen, weet je wel. En ja, hij is nooit meer weggegaan. Ik zei wel een romanticus. Ja. Yeah. Voor deze avond heeft Tony hetzelfde tafke gereserveerd als bij de eerste afspraak. Ja, ik en Tony komen graag hoor bij dat tentje. Ze hebben er lekker eten en ja, super hygiënisch. Ja, wij komen graag bij de smikkelaar. Hey, mag voor 5 euro friet? Doe maar een broodje bal met mayo, 2 frikandellen en een vlampep. Is
deze nacht niet meer aan orde. Thuis bij Kruik zitten pa Toon en moeder Sjan, zus Corrie, broer Jeffrey en zijn vriendin Rowena te wachten op Tony. Ook zijn beste maat Papi is aanwezig om het nieuws te gaan horen. Afgeven. Hey man, David. Of David. Met een bout, hè? Ja. Ja, het zal David zijn. En Patrick. Nee. Die komt wel uit Tilburg. Hoe heet dat als ook weer? Je bent een internet traag, zeg. Ja. Ja, dat schiet zo niet op. Zo kan ik niet chatten. Volgens mij zit hij wel. Pap, de internet ligt er weer uit. Ja. Een bout, jongen. Ja. Pap. Hey, ja. Toon. Ja, ben. Ja, de internet ligt er weer uit. Ja, voetbal om te kijken, Mary. Jeffrey, ja, ik heb wel internet. Ja, het speelt wel. Oh, dat is heel lang. Hé, pa, luid die tv uit. Ja. Ik heb goed nieuws. Patrice, die... We gaan trouwen. Ach, man, ik ben dan. Ja. Nou, kijk, pak eens. Wat. Jongen, dag. Manneke. Nou, de baat is binnen, jongen. Nou, en jij ook, hè? Toon! Ik ga even Riddy bellen. Voor die zoekertje bedding plannen en zo. Best wel terug. Dat is echt geweldig. Ik bedoel, dat is toch de droom van elk meske? Of niet, Jeff? Ik vind het wel leuk. Als het Tony die gaat trouwen, dan ben ik het toch, hè? Hij gaat trouwen. Ik heb hem gewaarschuwd, maar ja, moet zelf weten. Patricia heeft er een beste vriend op getrommeld, ja, als weddingplanner. Ja, dat was echt zo romantisch. Ja. Ja, maar ik heb nu wel een weddingplanner nodig, dus ik wil echt... Heb je tijd? Echt? Nee, nu. Ik wil het echt nu hebben. Oké, kom je eraan? Oké. Nou, Rudy, dat is dus mijn BFF. En die weet gewoon wat ik leuk vind, van jurken, taarten, van alles en nog wat. En ja, mijn ouders die gaan ook binnenkort het land weer terug in. Dus het moet snel gebeuren. Maar dat kennen ze jullie wel, hoor. Toon, hey, dat is goed. Dat weet het toch? Dat weet het toch? Kijk, dat is Sjaan. Jij hebt ook thee, hoor. Maar goed, dus... Oh, daar is die. Wie? Wie is daar? Een bouwtje. Hier is die. Hi. Oh, gezellig. Welkomstcomité. Hey, ik zal hem even voorstellen. Hi, Rudy. Hi. Ashanté, Rudy. Hi. Hey, wat weer. Hey. Gewoon oh, helemaal goed. Hi. En de gelukkige. Hi, gefeliciteerd. Laat het niet los, hè. Ik heb er zin in, hoor. Ja, ik vind het zo leuk voor. Ik ben ook zo blij voor haar. Maar ja, het wordt wel een uitdaging van mij, want Patrice is geen makkelijk, hoor. Maar ik ook niet, dus ja. Yeah. De vrouwen gaan aan de slag mee het plannen van de bruiloft. Ook Patty, de moeder van Patricia, is er gezellig bij komen zitten. Ondertussen heeft papi Tony even apart genomen. Ja. Dus je gaat trouwen? Ja. En de vorige keer dan? Ja, jongen, dat was een ander meske. Deze Patrice. Lief van mijn leven. Wacht een half jaar. Hoezo? Je gaat te snel. Ja, hé, dat maak ik zelf wel uit. Je gaat gewoon te snel. Ja, ik hou van haar. Urenlang shoppen. Ja, kijk dan toch? Maar, nee, dan moet kijk, toch alleen zo. Kijk, je bent toch geen oma? Ja. Dat kan ik wel aan. Dan gaat ze vragen of ze te dik is. Patrice? Nee, maar kijk, wit, dat maakt mij echt te dik. Oh, maar dat is wel nee, joh. Dat is je. En jouw vrije tijd? Ja. Dat maakt zelf wel uit. Niet meer hosselen met de matties. Geen lekkere wijven meer. Kom dan maar. En die komkommer van de vorige keer ook. Bakkes. En dan kan je allemaal ballonnetjes pakken. Weet je wel, zo'n, hoe noem je dat? Zo'n boog. Dat vind ik echt heel leuk. Even, kom hier. Klein dingetje, hè? Hoe het er nu allemaal uit gaat zien. Medewensen van Patrice. Ongeveer 25.000. Maar dat is een vriendenprijsje.
Dat valt eigenlijk wel mee. Ja, ja. Geen probleem. Ja. Oh, dankjewel. Nou, we zijn nog aan, gaan, want dan moet ook echt veel te veel geregeld worden. Goed, hè? Nou, zie jou volgende keer. Doei! Jongens, ja. Ja. Een keer. Het is leuk te leren kennen. Nee, dag. 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 25.000 euro. Dat lukt jou toch wel een 10 dagen, Tony? De volgende keer weer kijken, hè? De familie Kruik. Flying high.